Op het Binnenhof hebben Poolse oorlogsveteranen twee van de hoogste militaire onderscheidingen gekregen die het Nederlands leger kent. De militaire Willemsorde en de Bronzen Leeuw. De Polen vochten 62 jaar geleden aan geallieerde zijde mee in de slag om Arnhem. Maar ze kregen daar nooit echt erkenning voor. En nu dus wel. En dat het zo lang geduurd heeft, noemde koningin Beatrix een historische fout. Nauwelijks boos dat het zo lang heeft geduurd, maar wel heel erg trots. 65 veteranen die hun leven waagden bij de slag om Arnhem. Sad to say, however, the courageous actions of General Sosabowski and his 1st Polish Parachute Brigade at the Battle of Arnhem and the great service they rendered in the cause of liberating the Netherlands have never been formally recognized. En dat terwijl de Polen in september 1944 dapper meevochten aan de Rijn. Ook al hadden ze grote bedenkingen bij het aanvalsplan van de Britse generaal Montgomery. Na afloop kregen de mannen van generaal Sosabowski grotendeels de schuld van de mislukte operatie. Ten onrechte, vond ook prins Bernhard, die erop aandrong dat de Polen alsnog onderscheiden zouden worden. Toen ook de Nederlandse regering niet langer dwars lag, kon Bernhards laatste wens eindelijk in vervulling gaan. It's better too late. I said, we are very happy. When the queen was decorated, believe me, I was very moving. I nearly was crying. Maar voor de nazaten van generaal Sosabowski is de rehabilitatie nog niet compleet. Next step is to get the British to do what the Dutch have done, but that will be much harder. I've been 65 years in England. They not appreciate we was good when we was fighting. And when war was finished, they don't know us. Maar de Britten, die komen later wel. De mannen van de parachutistenbrigade hebben geleerd geduldig te zijn. En geduld, dat wordt beloond.